Het vierde kenmerkend aspect uit de tijd van de Grieken en de Romeinen gaat over de Romeinen en hun noorderburen, de Germanen. We gaan kijken naar de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. En dan komen eigenlijk alle vier de zaken die hier nu rechts verschijnen ook aan bod. Maar goed, eerst maar eens even kijken naar Noordwest-Europa. En dan gaan we even naar ons eigen gebied toe. De Romeinen in Noordwest-Europa, het oranje gedeelte op het kaartje, het onderste gedeelte, dat behoorde tot het Romeinse Rijk. Het bovenste gedeelte, dat behoorde bij het gebied van de Germanen. Nou ja, en in 58 tot 51 voor Christus lukte die consul Caesar, waar we het al eerder over gehad hebben, om Gallië te veroveren. Of ja, heel Gallië. Misschien was er één dorpje dat er even buiten viel. Maar goed, die Galliërs waren een Keltische stam die dus ook onder controle van de Romeinen kwamen te staan. En daarna trokken de Romeinen verder noordwaarts, zodat ze uiteindelijk rond 12 voor Christus de Bataven versloegen. En de Bataven dat waren geen Kelten, maar dat waren Germanen. En de Germanen waren alle volkeren die ten noorden van de Rijn leefden. En de Romeinen probeerden wel meer Germaanse gebieden in te nemen, maar dat lukte niet en zo kwamen de grenzen tussen het Romeinse Rijk en het gebied van de Germanen vast te liggen en dat zie je hier op dit kaartje. Het roze gebied, dat is het Romeinse Rijk, het groene gebied, dat is het gebied waar de Germanen leefden. En ja, wat vonden die nou van elkaar? Nou, de Romeinen die keken eigenlijk vooral neer op die Germanen, want ze vonden het vooral barbaren, onbeschaafde woestelingen zonder een hoog ontwikkelde cultuur zoals die Romeinen zelf hadden. Aan de andere kant hadden ze ook wel ontzag en respect voor die Germanen, want die Germanen stonden wel bekend als dappere en sterke krijgers. Ze hadden immers ook dat Romeinse leger bijvoorbeeld tegengehouden. Nou, en hoe keken die Germanen dan tegen die Romeinen aan? Nou ja, toch ook wel met een bepaald ontzag. Die Germanen die zagen ook wel in dat die Romeinen verder ontwikkeld waren. Ze bewonderden de Romeinse cultuur en ze namen hem soms zelfs over, zeker in de grensgebieden. En dan komt weer dat begrip romanisering om de hoek kijken. Maar goed, we zullen de belangrijkste verschillen eens even op een rijtje zetten. Ja, die plaatjes die geven al het een en ander aan. Die Romeinen die hadden een heel duidelijke agrarisch-urbane, oftewel landbouwstedelijke samenleving. Die was ver ontwikkeld. En dat rijk, hun imperium, dat was goed georganiseerd. Dat was heel stabiel. De Germanen daarentegen, die waren nog niet zo ver ontwikkeld. Die leefden nog in een agrarische, oftewel een landbouwsamenleving. En bij de Germanen was er geen sprake van één groot rijk met één leider, met duidelijke regels en wetten. Nee, de Germanen leefden in allemaal losse stammen. Dus die Romeinen en Germanen verschilden nogal van elkaar, maar ze hadden wel veel contacten met elkaar. En het is natuurlijk logisch dat dat vooral in de grensgebieden plaatsvond. Zo werd er veel gehandeld tussen de Romeinen en de Germanen. Ze hadden allebei producten van elkaar die ze graag wilden hebben. Maar veel Germanen die namen ook dienst in het Romeinse leger. Nogmaals, die Romeinen die hadden ook wel een bepaalde bewondering voor de moed en de kracht van die Germanen. Dus die wilden ze graag in hun leger erbij hebben. En veel Germanen die zagen ook wel iets in dat Romeinse Rijk om daar te gaan wonen. Daar was meer welvaart, er was soms meer stabiliteit, er waren meer kansen. Dus een grote groep van Germanen verhuisde ook naar dat Romeinse Rijk. En zolang er genoeg welvaart was voor iedereen, was dat ook geen probleem. Maar in de 3e eeuw na Christus, zo ongeveer vanaf 250 na Christus, ja, kwamen er toch een aantal problemen. Steeds grotere groepen Germanen vielen het Romeinse Rijk binnen. Ze trokken rond, ze vestigden zich op een bepaalde plek, soms plunderden ze de boel. En de vraag is natuurlijk waarom dat gebeurde. Wat waren daar de redenen voor? Nou ja, die Germanen die waren op zoek naar goede landbouwgrond en die was in het Romeinse Rijk veel aanwezig. En daarnaast wilden zij ook mee profiteren van die Romeinse welvaart. Ze wilden meedelen in die rijkdom. De gevolgen daarvan, die laten zich raden. Het belangrijkste gevolg was chaos. Die groepen Germanen die het Rijk binnenkwamen waren zo groot en die waren zo oncontroleerbaar en die plunderden soms zo erg de boel, dat het Romeinse Rijk, zeker in het westen, ja, heel chaotisch werd. En de keizers probeerden daar wel iets aan te doen, maar ze kregen de boel maar niet onder controle. En er waren een aantal keizers, zoals bijvoorbeeld Diocletianus, die daarom probeerden maar het Romeinse bestuur te veranderen, te hervormen, zodat ze het Rijk toch onder controle konden houden, maar dat lukte niet. En uiteindelijk, in 395 na Christus werd het Romeinse Rijk dan ook in een oostelijk en een westelijk deel gesplitst, om er maar voor te zorgen dat de controle behouden kon blijven. Beter twee kleine gebieden die iets overzichtelijker zijn dan één groot gebied dat je niet onder controle hebt. Dat was de gedachte die erachter zat. Nou, veel Germanen die in dat Romeinse Rijk terechtkwamen, die namen ook een groot deel van die Romeinse cultuur over, die romanisering dus die cultuur die bleef ook wel behouden.
Maar in de 5e en de 6e eeuw na Christus, toen liepen de zaken pas echt uit de hand. Dat is namelijk de periode van de grote volksverhuizingen. En hetzelfde kaartje dat er net stond, staat er nu ook weer. Maar nu wordt het pas echt interessant om daar eens even naar te kijken. Want dan zie je allerlei verschillende Germaanse stammen staan. De Longobarden, de Goten, de Bourgondiërs, de Vandalen. Nou, je kunt je raden waar dat woord vandaan is gekomen. En die trekken allemaal op hun eigen moment het Romeinse Rijk door. De vraag is weer, waarom doen ze dat? Nou ja, in eerste instantie natuurlijk ook omdat veel Germanen al in dat Rijk leefden. Maar vooral ook omdat veel Germanen op de vlucht sloegen voor de hunnen. En dat was een ruitervolk uit Azië dat de Germanen eigenlijk steeds meer naar het westen dreef. Die hunnen kwamen zelf uit het oosten en die Germanen die kwamen in de tank te zitten. En de druk op de grenzen van het Romeinse Rijk, op die limes, werd steeds groter. Het gevolg daarvan, nou ja, in eerste plaats natuurlijk ook weer die chaos zoals we hem net ook al zagen. Maar uiteindelijk zorgde die chaos ervoor dat in het westen het hele Rijk in elkaar viel. Het westen was armer dan het oosten in deze tijd. Het oosten had nog het geld om zowel die hunnen als die Germaanse stammen af te kopen, om ze buiten de deur te houden, maar in het westen had men dat geld niet. En dat zorgde ervoor dat uiteindelijk het Romeinse Rijk in het westen in elkaar stortte.